Dit is bestel nummer 531. Een mintgroen zomertruitje. Niet te dik en niet te dun. Dit is een lichte vlindermouw. Hier sluit het dan toch weer mooi aan. Dat het niet zo'n wijde flapmouw is, zeg maar. 29,95. Dit is één maat. Ik heb maat 38. Dan zitten ze heel fijn. Maar ze passen tot en met maat 42,44. Ik heb nu de elastische riem eromheen. Ik ga daar heel even eraf doen. Dan zie je de lengte van de trui beter. Kijk, dit is hem. Ze worden heel vaak ook gebruikt op rokken. En in dit geval een broekrok. Omdat ze niet te lang zijn. Ik had die riem eromheen. Dit is de zilverkleurige. Maar bij deze zou je eigenlijk de gouden moeten zijn. Ja, die komt elk moment weer binnen. Want er zit net een goud detail in de stof. Dit is een zijde broekrok. 100% zijde. Dus dat draagt wel lekker luchtig. Eén maat is dit. En die passen van maat 38. Ik heb maat 36, 38. Tot en met 44. En dat komt door die gesmokte bovenkant die hier aan zit. Die zit helemaal rondom. En die is super elastisch. Kijk, dus 44 kan hier heel makkelijk in. Die broekrok is echte zijde. En die zijn 59,95. Een heel mooi printje is het. Aan de onderkant zijn ze gewoon afgelokt. Maar dat valt wel het mooiste. Als je dan een zoom hebt, dan gaat dat weer meer steken, zeg maar. Iets bestellen kan voortaan via onze membershop. Als je daar nog niet aangemeld bent, dan kan dat op www.baboe.nl. En dan onderaan de pagina zie je inloggen of aanmelden. Want de membershop is alleen voor degenen die zich aangemeld hebben. Zodat we kunnen zorgen dat de winkel niet te leeg wordt. En dat we, als we iedereen laten bestellen, zeg maar, dan kunnen wij daar niet bolwerken met de winkel. Dus je moet ervoor aangebeld zijn. Dan moet je ook nog niet vergeten dat je bij ons niet retour kunt sturen, maar wel terug mag brengen in de winkel. Dat is ook niet nodig, want wij maken altijd filmpjes. En die filmpjes die zijn zo duidelijk dat de maat in elk geval klopt. Dus wij zijn daarvan overtuigd, onze klanten inmiddels ook. Zelfs we hebben zo'n grote klantengroep via WhatsApp in de coronatijd opgebouwd, dat we daarvoor die membershop op hebben kunnen laten maken. Dus dat is eigenlijk allemaal helemaal niet nodig, te terugsturen. Nu hebben we wel twee nummers in het bericht staan op Facebook. En dat is een telefoonnummer en een WhatsApp-nummer. Het liefst niet gebruiken, maar als je toch een dringende vraag hebt, dan kun je ons op die manier bereiken. In het filmpje hoor je eigenlijk wel waar het over gaat en wat het allemaal is. Heb je dan toch nog een vraag? Zou het fijn zijn om hem onder het bericht op Facebook te stellen? Dan kunnen andere mensen meelezen. Dan is voor heel veel mensen misschien dezelfde vraag beantwoord.